Het is misschien wel een van de meest magische momenten die er is met bijen. Ik heb het over het zwermen. Duizenden bijen verlaten hun kast op zoek naar een nieuwe woning. En als imker kun je ze die woning geven. Je kunt ze scheppen, zo noemen ze dat. Je schept ze letterlijk ergens bijvoorbeeld uit een boom, want ze hangen op een tros. En vervolgens bied je ze een nieuwe woning aan. Iets wat super belangrijk is, want in het huidige landschap zijn er niet veel plekken meer waar ze zouden kunnen overleven. Het is echt een magisch moment, ergens begin van de zomer, waar ik super mooie beelden van heb die ik in deze video heel graag met je wil delen. We scheppen maar liefst 4 zwermen en ik vertel je wat we de afgelopen jaren geleerd hebben over deze bijzondere gebeurtenis. Vind je het tof? Like vooral mijn video, abonneer op mijn channel en heb je vragen, plaats ze in de comments hieronder. Wat een lieve neusje is dit, jongens. Hele mooie bijensperm. En zo begonnen we aan de eerste bijenzwerm van het seizoen. Maar toch wel weer een beetje onwennig, want ja, hoe zorg je dat al die bijen in je korf belanden en hoe schep je ze uit die boom? Ja, en vooral in het begin, bij die eerste zwerm, hadden we een beetje onrust zelf, weet ik nog, omdat we de kast niet goed klaar hadden. En daardoor luisterden we eigenlijk ook niet zo goed naar de bijen. Want ik dacht, ik moet aan een tak schudden en dan vallen ze allemaal in die mand. Maar ze zaten helemaal niet op een tak, want ze zaten op de stam. En aan een stam schudden van zo'n boom, dat gaat helemaal niet. Dan laten ze nog 10 bijen los. Dus dat werkte gewoon helemaal niet. Maar daar heb ik wel van geleerd dat het echt belangrijk is. Dus dat je even, ja, dat je eigenlijk gewoon heel rustig wordt. Dat je gewoon even gaat observeren. Het heeft ook geen haast. Je mag gewoon even kijken, even voelen. En dan komt er de juiste manier om ze in de korf te begeleiden. En hier was de beste manier dus om ze met gras, ja, een dikke hand gras, zeg maar, in de korf te bezemen, het grootste deel. En dan met een beetje geluk heb je de koningin en dan komt de rest vanzelf. Want zo werkt het. Je hoeft alleen maar de koningin te hebben en de rest komt vanzelf. Ja, en dat was dat magische moment, ja, dat ze in één keer allemaal gingen vliegen. En dan allemaal duizenden bijen in de lucht. En in één keer komen ze allemaal richting die korf. En dan wordt het steeds rustiger. En op een gegeven moment hebben ze weer die rust gevonden. En dan zitten ze met z'n allen op een kluit in die korf. Ja. Supermooi. En je kunt helaas niet ruiken op beeld. Maar om zo'n zwerm hangt ook een hele... Ja, ik denk dat je daardoor ook betoverd wordt. Want er hangt gewoon een hele fijne geur rondom zo'n zwerm. Ja, dat is echt... magisch. Kenmerkend, ja. Mooi, man. Op naar de nieuwe kast. De tweede zwerm is aan het zwermen. En het is heel cool. Ze komen net uit de kast en dan zie je overal bijen vliegen. Kijk, hier vliegen ze ook al. En ze zitten echt overal. En het lijkt dus alsof ze zich bewegen door de tuin. Want ze zijn al best wel ver van de korf. Nou, je ziet ze echt overal vliegen, jongen. Hier bij mij nu ook. Dus ik ga even ophangen. En even voor je beeld. Kijk, daar komen ze vandaan. Ze zijn zo via die kant gevlogen en ze zitten nu hier al ergens bij deze boom. En ik weet niet of je het kan horen, maar het is echt één lang gezoem en echt duizenden bijen in de lucht. Het is super mooi. Ja, ik ben benieuwd waar ze naartoe gaan. Wel heel interessant. En ik hou bewust een beetje afstand, want ik wil ze niet verstoren in dit proces. Voor hun is het een soort feest. Weet je wel, je ziet ze allemaal vliegen. Maar ze moeten ook die koningin moeten ze natuurlijk veilig houden. Dus ik heb nu een meter of 30 meter afstand. Zo'n beetje bewaar ik. Tot ze direct in een tros gaan hangen. En als ze in een tros gaan hangen, dan kunnen we ze vangen. En een nieuw huis geven. Maar voor nu ben ik daar nog een beetje voorzichtig mee. En het lijkt, ze zitten nu in een dennenboom. Maar het lijkt alsof ze vrij hoog gaan hangen. Dus dat wordt wel
Dat wordt wel een dingetje, denk ik. Ja, prachtig om te zien, joh. Echt. Goh, gewoon duizenden bijen die gewoon aan het zoomen zijn en overal heen vliegen. En ja, het schijnt dat ze een soort patroon vliegen. Nou, voor mij lijkt het echt alsof ze gewoon overal en nergens vliegen. Alsof ze gewoon een soort van, ja, met z'n allen om die koningin heen dwalen. En alle kanten heel druk opvliegen. En de een gaat mee. En ja, het is echt heel cool om te zien dit. Echt, mah. Kijk, en het merendeel van de bijen zit nu daar in de bomen. Kunnen jullie misschien de camera niet zien. Maar het is daar echt heel erg druk. Ja, en dit hele gebied eigenlijk is vol met bijen. En wat er gebeurt is, ze gaan uit de kast. En dan gaan ze allemaal heel erg wild vliegen. En dan gaat de koningin dus ook uit de kast. En dan met z'n allen vliegen ze eigenlijk als een soort van wolk van bijen. Vliegen ze ergens naartoe. En nou ja, nu zitten ze dus boven in die boom daar achter mij. En nu komt de rust weer terug. Dus er wordt minder gevlogen en iedereen gaat op een tros zitten. En het schijnt dat er dan verschillende verkenners die gaan op pad, die zijn misschien al op pad, om een nieuw huis te zoeken waar ze dan vervolgens in kunnen gaan wonen. En tot die tijd hangen ze in die boom en af en toe verplaatsen ze ook naar een andere plek, op zoek dus naar een nieuw huis. En ik zit hier bij onze oorspronkelijke kast waar ze uitkomen. En je hoort ook hier die vibratie, joh, dat gezoem van die bijen, dat is echt, ja, die hebben gewoon feest nu, weet je wel. Dus ook hier in de kast weten ze dat ze daar aan het zwermen zijn. Vet mooi. Oké, ik ga de boom in. En mijn ladder is ongeveer 3 meter. En ze zitten er nog een meter of 3 boven. Dus nog een ladderlengte boven. We hebben een stok. We kijken of het daarmee lukt. En ja, ik vind het een interessante vraag. Want soms denk je van oké, als ze zo hoog gaan zitten, moet je ze dan wel vangen. Misschien willen ze juist wel weg. En als ze laag gaan zitten, ja, dan zijn ze juist heel mooi te vangen. Dus oké, dan willen ze waarschijnlijk hier blijven. Maar ja, weet je, omdat er zo weinig huizen zijn voor ze... kiezen we er nu toch maar voor om te zeggen, oké, we halen ze uit die boom en we geven ze een plek hier of bij een andere imker. Want als ze zelf gaan zoeken, dan vinden ze waarschijnlijk dus heel weinig opties. Want er zijn geen holle bomen meer in het landschap. Er zijn geen oude boerderijen meer, weet je wel. Dus vandaar dat we toch maar de boom in gaan. En het is grappig om te zien, ze zijn nu helemaal stil. Dus ze hangen echt op het tros en er vliegt bijna helemaal niks meer. Dus net was het heel druk en nu is het gewoon helemaal stil. Nou, wish me luck. Ja, dus ik ga op de ladder en dan vanaf het puntje van de ladder met de stok proberen de zwerm te scheppen. En dan laat die stok niet zo lang is, nog langer is die stok als jou, die als die ladder. Zo... Ja, het wordt wel spannend of ik ga halen, dat klopt wel. Ja. Ik weet niet of het lang genoeg is. Ik heb er een hard hoofd in, maar we gaan het zien. De imker met de hengel. Ik kan niet goed zien. Hij zit redelijk vol. Maar ook weer niet mega of zo. Die ladder is nu hoeveel meter? Ja, nou, als je zo hoog op een ladder staat, dan is het heel fijn als je niet in je gezicht wordt gestoken. Want dan kan je schrikken en dan val je de ladder af. Daarom is het fijn om een kap op te hebben en eventueel handschoenen aan te doen. Nou, dit gaat denk ik wel werken, hoor. Nou, als je dit straks terugkijkt, dan ben je super, super proud op jezelf. Er zit nog één tak die echt in de weg zit. Dia. Ja, lekker. Is het één tros of zijn het er twee, Mart? Vanaf hier ook. Vanaf hier zeker, met 2 voetjes op de grond. Maar dit heb je heel mooi gedaan, zo. Maar hij zit in 2 takken.
Ah, dat is het euvel. Erg, denk ik, maar het is niet een kwestie van één geduldsknuppel. Maar deze bijtjes, die kunnen daar niet blijven zitten. Waarom niet? Nou, wat gebeurt er als het gaat regenen? Hebben ze dan een dakje boven hun hoofd? Nou, takken. Ja, takken. Maar word je er even goed een beetje nat van? En wind en storm. Hey, maar kano hangt. Oké, daar gaat hij, jongens. Oké. Video staat aan. Ja, mooi. Iedereen, alles. Mooi, schat. Je bent een held. Eén kloppie. Zal ik hem pakken? Ik weet niet. Ik kan het niet zien. Als het niet te moeilijk is. Ik heb nu alles en iedereen. Wauw. Zo, dit ruikt lekker, jongens. Oh my god. Zoet, hè? Jeetje. Maar dat zijn die feromonen, hè? Wat een privilege is dit, jongens. Je moet er wat moeite voor doen, maar wauw, wat een ervaring, joh. Je tweede zwerm. Ja, deze is wel wat groter dan die eerste. Kijk. Oeh. Ja, ze zitten allemaal mooi op de tros. Ja, ja. 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 Nog steeds. Heel mooi rustig. Ja, en ik heb ze dus gewoon allemaal ook gewoon. Dus heel echt erg zoet. Je ruikt gewoon de geur van die dennen en de kolonie, zeg maar. Wauw, dit was echt super gaaf. Ik moest via 5-6 meter die ladder op en sta je zo boven. En dan, ja, ik had de heel mooie takken afgeknipt, kon ik afknippen. Dus dat was eigenlijk wel heel smooth. En het hele volk viel daarmee in die korf, samen met die takken. Ging heel rustig, gingen ze niet eens opvliegen. Ze bleven gewoon heel mooi in die korf zitten, klein beetje opvliegen. En ik kon echt iedereen meenemen door al die kleine takjes, zeg maar, weg te knippen. En daarmee zat in één keer het hele volk in de korf. En dan weet je zeker dat je de koningin hebt. Dus de koningin zit dan in de korf en daarmee blijft de rest ook in de korf. En ja, ze staan nu rustig te wachten tot de avond. En dan vanavond doen we ze in de kast. Om ervoor te zorgen dat ze, zeg maar, 's nachts kunnen ze niet meer vliegen, maar wordt het te koud. Dus dan blijven ze ook werkelijk daar. Maar ja, het was weer een hele mooie ervaring. En zo gauw je dan dat volk in die korf hebt, dan ruik je echt, ja, een soort van zoete geur. Gewoon de geur van propolis, feromonen, bijen. Ach man, echt wauw. En dan natuurlijk al die bijtjes om je heen. Een hele, hele vette ervaring. Ik kan me voorstellen dat dit echt heel verslavend is. Ik kan me voorstellen dat imkers hier echt super verslaafd aan raken of zo. Het is zo'n mooie ervaring. Kijk, dan vliegen er altijd nog een paar terug naar de plek waar ze gehangen hebben. Dat is wel grappig. Daar zit nog de geur van de koningin. En die waren bijvoorbeeld op verkenning of zo. Nou, daar komt die aan. Zwerm nummer 3. Nu is het gewoon weer wachten tot ze ergens gaan hangen natuurlijk. Ja. Het zit nu daar onder die struik, zit het wel. Ja, zie je dat? Geconcentreerd. Gaan ze zeker in die fruitboom hangen daar ook. Er staat daar één appelboom. Die vinden ze daar inderdaad. Het is echt heel veel nu. Wat ben je nu aan het doen, Mart? Ja, ik heb gewoon een bosje met een beetje gras gemaakt. En dat, ja, wij zijn erachter gekomen dat ze dat het lekkerste vinden, zeg maar, om van de bomen afgeveegd te worden. Oké. Okay. Veel vegen is niet echt heel erg leuk, maar dit is dan nog een soort van oké of zo. Het is natuurlijk materiaal en dat vinden ze fijner dan synthetisch borsteltjes en zo. Ja, dus eigenlijk hebben we gewoon een soort stopper gemaakt.
En de veer is voor het goede geluk of het detailwerk? Ja, detailwerk. Dan kun je ook even zo'n bijtje net even mee wieberen als hij ergens zit waar je denkt van hé, dit is niet de bedoeling. Juist. Kijk, en dan pak ik die korf. Dat doe ik één keer. Zeg maar zo. Zo. En dan kan ik die korf zo vasthouden. En dan ben je gewoon helemaal kalm en zelfverzekerd dat wanneer ze erin zitten, je veilig bent. Ja, je zal zo zien als ik ga vegen, dan gaan ze zeg maar vliegen, want ze worden een beetje onrustig. Mm. Dus dat is het enige waar je een beetje kalm voor moet blijven. Dat je denkt, hey shit, en het zou kunnen dat ze me steken. En daarom heb ik die handschoen aan. Want stel nou dat ze je steken in je hand en je eerste reactie is schrikkerig, dan laat je niet de hele korf met al die bijen vallen. Mm. Dat zou een beetje lullig zijn, toch? Ja. Dus vandaar eigenlijk dat ik die handschoenen aandoe. Als je dan toevallig in je hand steken, dan ben je niet je hele volk laat je op de grond vallen. Juist. Dat is natuurlijk helemaal een bende wordt het dan. Oké, we gaan ervoor. Het lijkt alsof hier de grote pluk zit. En rechts van de stam ook, zeg maar aan de andere kant. Ja, daar. De stam en die oksel van de eerste zijtak. Hier al, hè? Ja, ik denk het wel. Best lastig hoor. Mooi. Kijk, en ik geef een klein beetje pressure. Dan laat ik ze zeg maar op het gras klimmen. En dan doe ik in één keer boom die hele tros erin. En dan schud ik het gras. En kijk, er zitten er maar een paar nu in het gras. Dus dat is prima. Die geur is echt wauw, joh. Lijntje wat niet zo goed bij kan. Kom hier jongens. Kom er maar in. Is wel nog bij elkaar. Ja, dat zijn ze wel. Hartstikke mooi. Kijk, en de rest moet nu gewoon gezellig bij de rest komen zitten. De kak is nu zo goed als leeg. Er zit er nog een enkeling op, maar dat blijft altijd natuurlijk. Dus ik denk dat we hem hier neerzetten. Yes. Hey, de koningin zit hier volgens mij. Wow, kijk. Ja, dat is een koningin. Kijk dan joh. Ja, ze heeft langer. Wauw. Kijk hier, zie je dat achterlijf? Even showen hoor. Even showen, er zit gewoon een koningin hier ook. Wauw. De brand new queen. Kom maar hier, oh. Aan mijn kantje kun je het goed zien. Ze gaat er wel vandoor. She's gone. She's gone. Nou is ze weer bij de rest, man. Okay. Kijk, ze zat hier al aan het randje. Zat ze hier. Oké. Okay. Ergens. Kijk, hier loopt ze nog. Ja? Kijk hier. Zie je er daar? Daar, oh. Daar loopt ze. Zie je er? Ze heeft een extra groot achterlijf, heeft ze. Ja, daar ook. Zag je er? Nee, het was moeilijk te zien, ik snap het. Maar Vince heeft alles gefilmd, dus het staat allemaal op camera. Ik ga even straks kijken wie de koningin is van dit mooie volk.
is hier zojuist weer een zwerm geland. In de, jawel, riddersvuring. Kijk, super laag bij de grond. Praktisch op de grond. En ze zijn nu heel rustig gaan zitten. En deze komt niet uit onze eigen kasten waarschijnlijk. Daar hebben we vanmiddag nog in gekeken. Dus die is hier gewoon aankomen waaien. En dat is mooi, want we hadden nog één plekje. Alle bijtjes die, ja, die gaan nu zeg maar allemaal de korf in. Dus dat betekent dat ze daar weer naar hun koningin toe gaan. En dan mogen ze vanavond in de nieuwe kast bij ons. Hele mooie bijenzwerm.